Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe Competition Center Monthly. Ik hoop dat jullie er net als ik weer een beetje zin in hebben. Het is tenslotte vakantie en het is niet zo goed weer als we zouden hopen. De ideale situatie dus om je PlayStation aan te knallen. Mocht je nog wat extra inspiratie nodig hebben voor welke games en competities je kunt spelen, dan ben je weer aan het goede adres, want ik ga je weer alles vertellen over de tofste games en competities op je PlayStation waar iedereen aan mee kan doen. Let's go! We geven je elke maand de beste tips om beter te worden in je favoriete games. En dat doen we in deze video natuurlijk ook weer. Je kent ongetwijfeld onze vriend Maddy inmiddels, omdat hij ons altijd ontzettend goede tips geeft. Vandaag leert hij ons meer over de juiste voeding voor tijdens het gamen. Yo gamers, deze keer bespreken we het thema voeding. Goed eten en drinken is namelijk het belangrijkste wat er is om goed te kunnen presteren. Als dit niet gebeurt, heb je te weinig energie, waardoor je minder goed kan presteren tijdens het gamen. Goed eten doe je door voldoende macro- en micronutriënten. Macronutriënten zijn koolhydraten, eiwitten en vetten. En micronutriënten zijn vitamines en mineralen. Ik heb voor jou 4 tips die je kan toepassen om ervoor te zorgen dat je direct stappen zet in de goede richting. Tip 1. Weet wat je eet. Als je honger hebt tijdens het gamen, is het eten met één hand daarom een aantrekkelijke optie. Wie ongemerkt eet, eet over het algemeen meer. Tip 2. Kies voor water en thee. En niet voor allerlei zoete dranken of alcohol. Die leveren alleen maar extra calorieën op, zonder positieve toevoeging. Tip 3. Neem na elke 2-3 uur gamen een pauze. Zorg dat je in deze pauze dan ook gelijk even een goede maaltijd eet. En tip 4. De belangrijkste tip is dat je weet wat en wanneer je die dag gaat eten. Hierdoor zal je voorbereid zijn en sla je geen belangrijke voeding over. Succes! We vragen jullie elke maand om je beste plays in je favoriete game in te sturen. En de beste play van alle inzendingen, die krijgt een jaar lang gratis PlayStation Plus. Dat lijkt me nog eens een hele leuke prijs om te krijgen, maar wat moet je ervoor doen? Wanneer je een toffe play maakt in bijvoorbeeld Call of Duty, FIFA of een andere game die je graag speelt, sla je de video op met de share button en plaats je deze op social media met de hashtag Play of the Month. De tofste inzending, die kiezen wij uit en die komt in deze video en wint dus een jaar lang gratis PlayStation Plus. Deze maand is dat Sam Bezems met een ongelofelijke kill in Apex Legends. Gefeliciteerd Sam met een jaar lang gratis PlayStation Plus. We bespreken ook elke maand de PlayStation competities die je direct kunt spelen via je console. Dat is een flinke lijst met games, dus de kans dat er competities zijn voor jouw favoriete game, die is erg groot. Op de eventpagina van je PlayStation of via compete.playstation.com zie je de hele lijst met alle competities. Maar ik licht er alvast een paar voor je uit in deze video. Naast de NBA, Call of Duty en FIFA Open Series toernooien zijn nu ook de Tekken en Auto Chess Open Series gestart. Dit zijn de wekelijkse competities die je eenvoudig kunt joinen en mee kunt spelen voor fantastische prijzen. Mocht je dus handig zijn in Tekken 7 of in Auto Chess, check dan compete.playstation.com om mee te doen aan de wekelijkse competities. Mocht je hoog eindigen in deze competities, dan kun je meespelen in de maandelijkse competities om je krachten te meten met de beste spelers van die maand. Met name de prijzen in de Auto Chess competitie vind ik erg tof, want je kunt naast een mooie geldprijs ook exclusieve skins in de game verdienen, net als avatars en een thema voor je PlayStation. Dat wil je natuurlijk hebben als Auto Chess fan en ook als Tekken 7 speler, want in die competitie mag je dezelfde soort prijzen verwachten, zodat je kunt laten zien aan je vrienden dat jij bij de beste van de beste spelers hoort. Naast Tekken zijn er nog veel meer fighting game competities die worden gespeeld via Evo in 5 verschillende games. Street Fighter V, Mortal Kombat 11, Tekken 7, Guilty Gear Strive en Skullgirls Second Encore. Alle informatie over deze toernooien vind je op evo.dg. Houd deze competities goed in de gaten, want in oktober is er nog een enorme showcase in Las Vegas die je zeker niet wil missen. Maar als het zover is, help ik je zeker herinneren aan het event. Als je al lid bent van de fighting game community, dan ben je ongetwijfeld bekend met Losty Girl. Maar zo niet, stel ik je graag even voor. Losty Girl is namelijk een erg sterke Mortal Kombat speelster en krijgt een eigen toernooi waar iedereen aan mee kan doen. De competitie heet Losty's Tower en zoals de naam doet vermoeden moet je een toren beklimmen om uiteindelijk tegen de laatste baas te strijden, een pro MK11 speler. Als je meedoet aan het toernooi maak je kans om mee te doen op de PlayStation Twitch stream voor toffe geldprijzen
En de wedstrijden worden van commentaar voorzien door onder andere Losty Girl zelf, dus dat wil je zeker niet missen. Naast de competities van het Competition Center willen we altijd eventjes de competities die buitenom het Competition Center worden gehouden in het zonnetje zetten. Deze competities worden ook gewoon gespeeld op PlayStation door de beste spelers van Nederland en België. Onze vrienden van KNAF Digital zitten niet stil in hun racestoelen, want er komen weer nieuwe competities aan. Kun je dus een beetje racen, let dan goed op, want hier wil je zeker aan meedoen. Voor GT Sport start er een competitie van een maand lang met een prijzenpot van €750. En dat is toch best wel leuk zakgeld. Daarnaast start er een competitie van een maand in Dirt Rally 2. En elke week wordt er op een ander circuit geraced met verschillende proeven. In week 1 reist het event af naar Griekenland met 6 proeven. Vervolgens gaan ze naar Australië met 10 proeven. Daarna naar Polen met 6 proeven. En ze sluiten af in Spanje met weer 10 proeven. Het prijsgeld is ook hier €750. Wil je ook meedoen met de competities van KNAF Digital? Hou dan de socials in de gaten, want binnenkort openen de inschrijvingen voor de nieuwe competities. Iedereen kan meedoen met de te gekke competities om zo geweldige prijzen te winnen, zoals een jaar lang gratis PlayStation Plus, waarmee je elke maand onder andere gratis games krijgt. Als PlayStation Plus lid download je deze maand Hunters Arena Legends voor PlayStation 5 en Plants vs. Zombies Battle for Neighborville en Tennis World Tour 2. Ben je benieuwd naar de PlayStation Plus games van volgende maand? Hou dan de PlayStation social media kanalen goed in de gaten. Nog even een refresher over hoe je mee kunt doen aan de competities. Je kunt jezelf het makkelijkste aanmelden via je console. Dat doe je via de eventpagina op de homescreen van jouw PlayStation. Op deze pagina zie je een lijst met alle competities, wanneer deze precies zullen zijn en hoe laat je moet spelen. De competities die hebben verschillende formats en prijzen die je kunt winnen. Hoe dit allemaal precies zit, lees je op de pagina's van die competities. Check dus de pagina's om te zien welke competities er allemaal aankomen, zodat jij kans kunt maken op die te gekke prijzen. Dat was hem weer, de Competition Center Monthly van deze maand. Super bedankt voor het kijken. Volgende maand zijn we er natuurlijk gewoon weer om je alles te vertellen over onze competities waar jij gewoon aan mee kunt doen via je PlayStation. Ik hoop je de volgende keer weer te zien, want dan vertel ik je weer alles wat je moet weten over de competities. Laat ik jullie de beste play zien en hebben we natuurlijk weer een tipje voor je. Ik ga nog wat verder trainen in Mortal Kombat, zodat ik misschien kan spelen tegen Losty Girl. Ik raad jullie zeker aan om hetzelfde te doen. Veel plezier met gamen en hopelijk tot de volgende keer.